Jemig. Nou. Hoe we hier op het bankje terecht zijn gekomen. Ja, dit bankje. Ja, dit bankje om dat, te beginnen inderdaad. Dat komt uit Lekkerkerk. Nee, dit bankje dit stond ooit eerst in mijn tuin aan de Matenessendijk. En dat was van Freek. Dit is een oud kerkbankje. En het was eigenlijk echt niet de moeite waard om te verhuizen. Maar ja, ik verhuis alles mee, dus ook dit bankje. Dus dat is het verhaal van het bankje. Hebben we gewoon hier voor de winkel neergezet. Hallo. Hallo. Wij zijn Evelien. En Marcel. Wij spelen alle twee ukulele. Ukulele, ja. En daarom staan we hier voor het ukuleleparadijs. Want we willen dat jullie ook gaan spelen. De ukulele was al in ons leven toen wij elkaar leerden kennen. Ja. En wij zijn elkaar tegengekomen in 96. Op de parade stond hij te spelen als Sexy Ted. En Dollar Bill was zijn vriend. Deden ze alsof ze uit Las Vegas kwamen. Was echt behoorlijk stom. Zag dat eruit. Dat je denkt van, nou, die kan niet. Dat kan niet echt zijn. Echt. Een hoofd stond hij me zo aan te kijken. Zo. Ongeveer, ja zo. Ik was helemaal verbouwereerd. Ja, vanwege mijn geblondeerde haar. Ik had een blond haar, denk. Oké, okay, Klaus, even ietsje naar achteren. Zo, inderdaad. Blijf. Even wachten. Ja. Nou, nog één. Klaus. Klaus! Ja. Nee, Klaus. Ja. Ja. Even kijken. Oh, dat is toch een keer. Ja, het is. Oh, dat is iemand anders. Nou, die is niet. Volgens mij is die allerlaatste eigenlijk wel heel leuk. Ja, verder valt er eigenlijk echt. Sorry hoor, maar er valt eigenlijk echt niet zoveel te zeggen over onszelf. Alleen dat we toen alle twee al ukulele speelden. Ja, en we maakten dus alle twee muziek. En ik deed theater en hij zat plastic te breken op de TU. En nou ja, zoiets. Ja. Maar toen ik dat zat was met dat plastic breken, toen had ik bedacht om websites te gaan bouwen. En toen heb ik als project voor mezelf de ukulele akkoordenzoeker gemaakt, de ukulele chord finder. En dat werd meteen een hit op internet. Ja, want er was toen bijna niks op internet, dus... Dat was in 98. Ja, nog in de vorige eeuw. En toen heeft hij de ukulele chord finder gemaakt en toen kregen we contact met allemaal Amerikanen. En, want heel veel Amerikanen die zaten al eerder op internet als Nederlanders of zo. Of als Europeanen. Ja. Maar speelt hij geen al wat? Gitaar. Oké. Ja, ik vind dit een van de beste beginners ukuleles. Of voor de bij ukulele. Nee hoor. Nee, maar je hoort toch hoe lekker die speelt? Ja, samen met die andere. Wil jij nog wat vertellen? Nou, ik wilde even vertellen hoe we deze winkel begonnen zijn. Het was per ongeluk hoor. Ja, dat was dat per ongeluk. Dat ga ik vast verklappen. Ja, vanwege de ukulele chord finder en omdat het zo makkelijk is. Dachten we, nou, ukulele en in Amerika hebben we les gegeven. Ja. Ja, in Amerika hebben we ook les gegeven, of hij dan vooral. Ja. Er was een schooltje waar we langs kwamen en er was een muzieklokaal en er hingen 30 ukuleles achterin. En we hadden contact gehad met de muzieklerares daar. En die had dus uitgenodigd langs te komen. En toen hebben we een muziekles gedaan met kinderen daar.
op de ukulele. Ja, en dat was echt ontzettend leuk. En toen deden ze dat daar gewoon al in Amerika op scholen, weet je wel, heel normaal. En in Canada doen ze dat en overal doen ze dat. En ja, wij zitten daar maar een beetje met die blokfluit in je mond, waar je dan ook niet bij kan zingen en zo. En eigenlijk is zo'n blokfluit onwijs amuzikaal, want die kinderen zitten allemaal... Zo ongeveer. Dat je denkt van, jezus, daar komt toch nooit muziek uit. Terwijl als je met een ukulele aan de gang gaat, dan ben je heel snel al muziek aan het maken. En dan kan je ook heel makkelijk begrijpen hoe het met akkoorden zit. Iets wat ik ook pas op latere leeftijd heb geleerd, omdat ik klarinet speelde vroeger. Dat is ook zo'n tu-tu-tu ding. Dus zodoende hadden we zoiets van, nou, we moeten eigenlijk zorgen dat die ukulele gewoon ook in Nederland op school komt. Nou, daar zijn we nog steeds mee bezig en we zijn nog steeds niet geslaagd erin. Toch? Nee. Ja. Nou, dus dit is eentje van 40 euro. Het verschil hoor je toch wel? Nou, dus er zijn ook, ja, hier hangen sowieso ook wel wat duurder hoor, maar... Ja, een ukulele is... Is een lullig instrument, maar niet altijd. Ja, en je kan er gewoon heel makkelijk akkoorden op leren. Zeker die kinderhandjes, weet je wel. Hier, dit is je eerste akkoordje. Of dit. Kan ook een eerste akkoordje zijn. Dan heb je dit. Nou, dan doe je daarna doe je deze. Nou, dan... En dan kan je toch gewoon muziek maken, want dan kan je gewoon al jambalaya bijvoorbeeld doen. Want die gaat al zo. Goodbye, John, we gotta go, me and my own. We gotta go, pull the pirogue down the bayou. My Yvonne, the sweetest one, me and my own. Son of a gun, we'll have good fun on the bayou. Jambalaya, goldfish, pie, filet gumbo. Thought tonight I'm gonna see my chamomile. Pick it off, little Joe and Miguel. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. Nou, zoiets. Nou, twee akkoorden. Ja, we waren ook heel erg nieuwsgierig, maar welke ukulele moet je nou hebben? Want ook voor onszelf, maar ook voor scholen. Er zijn nooit ergens winkels waarbij je gewoon alle ukuleles kan uittesten die je zou willen uittesten. Zeker 3 jaar geleden toen wij hiermee begonnen. Was het niet. Toen was er geen ukulelewinkel. Daarom gingen we maar van alles bestellen. En toen hadden we opeens een week later een ukulelewinkel. Onbedoeld. Ja. Dus ja. Ja, dat mahoni klinkt toch wel wat mooi, hè? Ja, die... Die klinkt ook, die klinkt toch weer anders dan deze. Kijk, het is een beetje uit de hand gelopen gewoon eigenlijk. Het was helemaal niet de bedoeling om dit te doen. Dus je zit er nu wel mee. Toch? We zitten er wel mee, hè? Ja, ik wel in ieder geval. Ik zit er wel behoorlijk mee. En dan te bedenken dat er ook de kelder nog, weet je, hier de keldertrap, daar liggen dan de gangbare modellen. En daaronder liggen dan de modellen die we helemaal nog echt veel in voorraad hebben. Ja, weet je wel, wat moet je ermee, joh? Je wil er gewoon vanaf. Dus ik ben blij dat er weer iemand is die een ukulele wil komen kopen. Dus het is gewoon heel stomzinnig wat we hier zitten te doen. Als je ook nog een... Als je het puur economisch bekijkt, maar ook als je bedenkt dat het best wel veel tijd kost en je in die tijd natuurlijk ook... Wel je geld kan verdienen met leuke dingen of zo, lekker optreden heel veel, gewoon veel meer daarmee bezig zijn of zorgen dat dat inderdaad bij die scholen terechtkomt. Nou, er zijn echt zoveel dingen. Het is niet zozeer dat ik nou die hele ukulelewinkel wil opdoeken. Dat helemaal niet, maar het is wel dat doordat je die winkel hebt, dat daardoor andere dingen, want hier kan je niet onderuit, weet je, die meneer die staat hier ook.
Dus hier kan je niet onderuit. Je moet daar zo minimaal een dag open zijn. Maar als je een dag open bent, dan betekent dat dus wel dat je van tevoren weer ukuleles vol moet hangen. Nou, dan zijn er weer prijswisselingen. En een bepaald model wat iemand wil hebben, dan moet je op zoek naar dat. En dan moet je... Je denkt van, nou, ik ben toch geen... Ik heb af en toe het gevoel alsof ik winkeltje sta te spelen. Nou, dat vond ik toen ik 11 was al niet leuk. Wat voor liedje is dat nou wat je speelt? Dream a little dream of you, met heel veel vaten. Nee, maar nee. Het is wel leuk dat mensen die binnenkomen, dat die vaak meteen blij worden bij het zien van wat hier hangt. Zo'n keus, ja. En dat is eigenlijk ook wel waar je het voor doet. Dat je gewoon, wij doen het dus gewoon totaal niet voor de inkomsten, want we verdienen er zelf niks aan. Maar het is wel heel leuk dat je mensen die kans geeft om dat te ervaren. En dat geeft jezelf dan wel veel plezier. Ja, daar doe je het echt voor. Ik denk dat hij nog één stapje donkerder gaat. Nou, dat geeft niet, dat mag. Kijk even geld. Kijk, toch stom. Dat is toch goed? Ja. Nou, ik heb ook deze nog. Dat is maar stom. Nee, die is goed, die andere. Ja. Oh. En deze? Ukulele TV. Nou, Evelien is filmmaker. Jo! En ja. En ja, als je dan ukulele speelt en een ukulele winkel hebt, dan is het eigenlijk niet meer dan logisch dat je dan op een gegeven moment ook ukulele TV gaat maken. En wat natuurlijk een beetje ingewikkeld is bij de D-stemming, is dat er een vies in zit. A, D, vies, B. Maar dat is heus niet iets om vies van te zijn. Nou, eigenlijk is het een beetje gebaseerd op zo creatief met kurk en Telia-cursussen en van dat soort. Dus je leert gewoon mensen via de televisie ukulele spelen. Ja. En dat dan heel simpel en een beetje om te lachen. Gewoon een beetje humoristisch. Popsterren die inmiddels met ukuleles meedoen. In de popmuziek zit heel veel ukulele tegenwoordig. Ja, alle reclames. Heb je wel eens een reclame? Moet je eens opletten. Dat is echt van die verzekeringsreclames, die houden ook van ukulele. Vooral verzekeringsmaatschappijen. Ja, nou heel veel verzekeringsmaatschappijen. Nou, dat is wel, er is één liedje dat heeft ook in de top 10, 40, 30, weet ik veel gestaan. In Duitsland heeft hij heel lang op nummer 1 gestaan zelfs. Die zit in een verzekeringsreclame. Dat gaat zo. Ah, die kent ook iedereen die ukulele speelt. Van die hele grote, die dikke zit, meneer. Die zit in een reclame. Iedereen kent bewust of onbewust dat liedje. Ja. En dat heeft ook meegeholpen aan dat de hype nu eindelijk een beetje op gang is gekomen. Ja.